Paragraaf 3.3 van Geschiedenis Werkplaats voor de HAVO gaat over ontspanning 1963-1991. En centraal staat de vraag, waarom namen de spanningen tussen Oost en West af? En daarvoor naar de voorgeschiedenis. Want die bouw van de Berlijnse muur en de Cuba-crisis hadden de wereld aan de rand van een nucleaire oorlog gebracht. Een oorlog die de wereld, als het zou moeten, meerdere malen zou kunnen vernietigen. En dat betekende dat er sprake moest zijn van détente, ontspanning. En die ontspanning leidde ertoe dat er een directe verbinding kwam tussen het Witte Huis en het Kremlin. Daarvoor was die er namelijk niet. En uiteindelijk werd er in 1972 besproken dat het aantal intercontinentale raketten bevroren zou worden. Oftewel, geen meer bijbouwen. Dat betekende echter niet dat er een einde kwam aan die Koude Oorlog. Want de Sovjet-Unie en Amerika stonden dan weliswaar niet rechtstreeks meer tegenover elkaar. Indirect waren ze wel met elkaar in oorlog. Onder andere in Vietnam, Congo nadat het onafhankelijk werd van België en in 1979 in Afghanistan. En dat noemen we proxyconflicten. Oftewel conflict waarbij de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie direct dan wel indirect betrokken waren. Die Cuba-crisis had eigenlijk ook een einde gemaakt aan de heerschappij van Khrushchev en hij werd uiteindelijk opgevolgd door Brezhnev. En Brezhnev die vond dat de Sovjet-Unie haar macht moest consolideren, moest behouden. En hij zei dat broederlijke solidariteit belangrijker is dan nationale soevereiniteit. Oftewel, wanneer krachten die vijandig zijn aan het socialisme een socialistisch land naar het kapitalisme willen brengen, wordt het niet alleen een probleem voor het betrokken land, maar van alle socialistische landen. Oftewel, als een land in opstand dreigde te komen tegen de Sovjet-Unie, of tegen de leiders van het specifieke land, dan was dat niet alleen een bedreiging voor dat specifieke land, maar een bedreiging voor alle landen die communistisch waren. Je zou dus kunnen zeggen dat die Brezhnev-doctrine de tegenhanger was van de Truman-doctrine van de Amerikanen. En die Brezhnev-doctrine is achteraf gebruikt als een rechtvaardiging voor het ingrijpen in Tsjechoslowakije en zou later gebruikt worden als een rechtvaardiging om in te mogen grijpen in Afghanistan. Wat gebeurde er nou in Praag? Tussen januari en augustus 1968 brak daar bijna een revolutie uit. En dat had te maken met verschillende economische omstandigheden, namelijk het mislukken van het derde vijfjarenplan in 1963. En dat betekende dat die economie van Tsjechoslowakije hervormd werd. Er werden kenmerken van een vrije markteconomie ingevoerd. Eigen bezit bijvoorbeeld. Er werden politieke vrijheden ingevoerd, maar ook journalistieke vrijheden. Oftewel, kritiek op het regime was toegestaan. En dat leidde tot allerlei demonstraties tegen het zittende regime. En economisch betekende dat Tsjechoslowakije de banden met West-Europa wilde aanhalen, wilde gaan handelen met West-Europa. Een paar jaar later werd Tsjechoslowakije getroffen door een landbouwcrisis. En dat betekende dat er een nieuwe leider kwam. Dat was Alexander Dubček. En hij wilde Tsjechoslowakije hervormen. Tsjechoslowakije zou socialistisch worden met een menselijk gezicht. En dat betekende dat hij de censuur afschafte en hij wilde verschillende politieke partijen toestaan. En dat leidde uiteindelijk in juni 1968 tot het Manifest 2000. In 2000 woorden werd er uitgelegd wat er mis was met het communisme. En een van de belangrijkste eisen die de opstellers van het manifest hadden, was vrijheid van meningsuiting. En Brezhnev was als de dood dat gebeuren, die gebeurtenissen in Praag, die opstanden tegen het communistische regime, zouden overslaan naar de rest van Oost-Europa, naar de rest van het Warschau-pact. Oftewel, Brezhnev was bang voor het domino-effect. En dus kon hij zeggen dat het socialisme in gevaar was. En dus vond hij dat een rechtvaardiging om troepen van het Warschau-pact, Poolse, Hongaarse en Russische troepen, in te laten grijpen in Tsjechoslowakije. En later zou hij ook die vrijheden, censuur afgeschaft, politieke partijen verschillende toegestaan, zou hij weer terugdraaien. En vanaf 1975 liepen de spanningen tussen de Sovjet-Unie en Amerika wederom op. En dat had te maken met een aantal gebeurtenissen.
In 1975 besluit de Sovjet-Unie raketten voor de middellange afstand te plaatsen op verschillende plekken, zodat steden in Amerika en West-Europa binnen enkele uren geraakt konden worden. Tegelijkertijd, of een paar jaar later beter gezegd, in 1979, nam de NAVO het zogenaamde doelbesluit. En dat bepaalde dat er, als tegenhanger van de plaatsing van Russische raketten, ook raketten in West-Europa geplaatst zouden worden. Onder andere zouden die kernraketten in Nederland geplaatst worden. En dat leidde tot massale demonstraties in Amsterdam en Den Haag. Tegelijkertijd, en daarom werd het een dubbelbesluit genoemd, werd de Sovjet-Unie gedwongen om te gaan onderhandelen over wapenbeperking. Dus, dubbelbesluit, aan de ene kant werden er raketten geplaatst in West-Europa door de Amerikanen. Tegelijkertijd werd tegen de Russen gezegd, jullie moeten met ons onderhandelen over wapenbeperkingen. In de jaren 80 kwam Ronald Reagan aan de macht. En hij beschreef de Sovjet-Unie als een evil empire. En Ronald Reagan begon een ambitieus programma om te voorkomen dat Amerika ooit getroffen zou kunnen worden door Russische raketten. En dat is het SDI, het Strategic Defense Initiative. Oftewel een raketschild die Russische raketten met satellieten uit de ruimte zouden kunnen schieten. Star Wars werd het genoemd. Maar Ronald Reagan die ging ook onderhandelen met Gorbachev over beperkingen, of het vernietigen zelfs, van atoomwapens. En Ronald Reagan bracht in 1987 een bezoek aan Berlijn, waarin hij die legendarische uitspraak deed, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Oftewel, maak een einde aan de muur. En vaak zeggen conservatieven in Amerika dat Ronald Reagan en dat Star Wars project juist de aanleiding was voor het uiteenvallen, voor het einde van die Koude Oorlog. Want Gorbachev had een probleem. Gorbachev kon die wapenwedloop niet meer betalen. Onder Brezhnev was de economie helemaal vastgelopen en Gorbachev moest een nieuwe manier bedenken om die economie weer aan te jagen. Dat betekende onder andere dat hij een einde wilde maken aan die wapenwedloop. En dus gingen Gorbachev en Reagan in Reykjavik onderhandelen over het beperken en vernietigen van atoomwapens. Tegelijkertijd voerde hij een nieuwe politiek in van glasnost en perestroika, oftewel openheid en economische hervormingen. Openheid. Er was kritiek op het communisme toegestaan en economische hervormingen, onderdelen van de vrije markteconomie, werden ook in de Sovjet-Unie toegestaan. Naar andere Oost-Europese landen liet hij de Brezhnev-doctrine los. Oftewel, de Sovjet-Unie zou niet meer ingrijpen in andere landen als het socialisme of het communisme in gevaar was. En dat leidde tot de zogenaamde domino-revolutie. In de periode 1988-1991 verdween het communisme. In Polen werden bijvoorbeeld vrije verkiezingen georganiseerd, waar de communistische partij slechts 1 van de 100 zetels behaalde. En in Hongarije, toch altijd al een beetje het liberale, het vrije broertje binnen het communisme, werd als eerste een gat in het ijzeren gordijn gemaakt in de zomer van 1989. Waardoor duizenden Oost-Duitsers via Hongarije naar Oostenrijk gingen om Duitsland in te kunnen gaan. En op 9 november 1989, tijdens een chaotische persconferentie, werd besloten dat alle Oost-Duitsers de grensposten in Berlijn mochten passeren. Zij niet meer gecontroleerd zouden worden. En dat betekende de facto dat de muur opengesteld werd. Einde aan de muur die in 1961 was opgebouwd. En die domino-revolutie hield niet alleen op in Oost-Europa, maar ook in de Sovjet-Unie zelf, want de Sovjet-Unie implodeerde. De Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen verklaarden zich onafhankelijk. En in de Sovjet-Unie zelf werd Gorbachev afgezet als leider van de Sovjet-Unie en werd Jeltsin de leider van een nieuw Rusland waarin de communistische partij verboden werd. En daarmee kwam dus de facto een einde aan de Koude Oorlog. Wanneer Jeltsin in 1991 de communistische partij verbiedt. En daarmee komt er een einde aan de Koude Oorlog.